Ik heb het nog niet helemaal verwerkt, dus we zijn allemaal natuurlijk heel erg geschrokken. En ja, toch redelijk de weg kwijt. Ja, het is moeilijk. Het is afwachten hoe en wat. Ik bedoel, ik heb een gezin thuis en ja, het is afwachten wat hierna de bedoeling is. Ongeloof bij het personeel, maar ook zeker bij de klanten. Die vandaag nog gewoon opkomen dagen voor een APK-keuring of een testrit. Het faillissement is voor veel mensen een grote verrassing. Daar schrik ik heel erg van, ja. Ja, want als je dat zo ziet hier, hoeveel auto's dat er verkocht worden en dat de zaken goed gaan, dan schrik ik er wel van, ja. Het is moeilijk te bevatten nog. Ik heb ruim 10 jaar gewerkt hier en ja, zo in één keer sta je misschien op straat.